Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplazen.nl. We hebben vandaag te maken met een frontale storing en die ligt exact boven Nederland en verdwijnt voorlopig ook niet. Veel bewolking daardoor, van tijd tot tijd regen of motregen en een straffe wind vanochtend uit het zuidoosten. Vanmiddag draait die geleidelijk naar het oosten. Temperaturen in Groningen rond de 5 à 7 graden, in het zuiden rond de 10 tot 12 graden. Maar die wind die maakt het voor het gevoel veel kouder. 2 graden in het Groningen en 5 à 8 graden in het zuiden. Vanmiddag ook nog van tijd tot tijd regen en ook vanavond nog enkele spatjes, maar in de nacht begint het dan op te klaren en dan hebben we morgen duidelijk een vriendelijker weerbeeld. De zon schijnt geregeld, er zijn ook nog wat wolkenvelden en het blijft droog. In het zuiden loopt de temperatuur opnieuw op tot boven de 10 graden. In Groningen wordt het zo'n 4 tot 6 graden en die oostenwind die maakt het opnieuw voor het gevoel koud. Zaterdag zien we de temperatuur licht dalen. Zondag zet dat door en ook maandag wordt het nog wat kouder. We komen dan tussen de 3 en de 5 graden uit. In de nachten gaat het op steeds meer plaatsen vriezen en de wind blijft uit het oosten waaien, waardoor het voorlopig droog blijft met geregeld zon. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl